Oh! Is ze dood? You died. Geen handen. Te moeilijk, het is Minecraft. Vind je het leuk, man? Nou, geweldig. Word jij altijd zo gepest? Ja. Welkom bij een gloednieuwe beelddag! Dit is toch niet echt intro? Jawel. Turk, Turk. Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan. Ik ben hier vandaag samen met Casper en met Gino. Hoi, jongens. Hallo, everyone. Hey, ik ben aan het werken. Boeit me niet, hou je mond dicht. Dames en heren, we spelen vandaag op een gloednieuwe Skyblock server. De mensen die al vaak in ons hebben gekeken, weten al wat voor server het is. Het is Prime MC. En we gaan hier weer hele vette video's op maken. En we gaan hier hele vette challenge op doen. Net zoals vandaag. Al wil je ook op deze Skyblock server komen spelen, net als ons. Check even het IP, staat bovenaan de beschrijving. Staat er ook bovenaan het beeld. PrimeMC.org. En dan zien we jullie vanzelf op de server verschijnen. Dus super vet. En ik ben benieuwd of jullie ook allemaal komen spelen op de server. Maar wat gaan we doen vandaag? We gaan een build battle doen. Ik ben de scheidsrechter en jullie gaan iets bouwen. Hey, wat moet ik bouwen? Waarom mag ik de scheidsrechter doen? Omdat ik mag bepalen. Ja. Maar wacht. Ja. Wacht. Oké, hang stil. Niet bewegen. 3, 2, 1. Boom, hoppakeetje. Shaders staan aan. Jullie krijgen van mij zometeen een opdracht. En als jij het kan bouwen, degene die voor jullie het beste bouwt, krijgt het ook echt van mij. Als je het kan bouwen, koop ik het voor je. Zo heet het. Stel, ik ben 10.000 euro. Krijg ik dan van jou 10.000 euro? Maar je krijgt een opdracht van mij, dus je gaat het niet bouwen. Ja, mag ik dan een bordje bouwen? Oh, wacht, dan ben ik. Ach, Gino. Als ik een bordje bouw, krijg ik dan Gino? Ja, ik krijg een hond. Word je overgraven. Oké, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingen. En de laatste is wel echt magnifiek. Fabulous. Laten we gaan beginnen met de eerste. De eerste is wel grappig. Dat is een olifant. Jullie hebben nu de tijd om blokken te pakken. En dan ga ik een timer zetten. Je bent niet serieus, toch? Nee, een olifant. Je krijgt niet echt een olifant. Je krijgt een olifantenbeeldje dan. Nee, laten we het veranderen naar een giraf. Naar een gibby. Ja, we hebben een kastje gekocht. Juist, ja, te laat. Oké, we gaan een gibby bouwen. Nee. En jullie hebben een muur, dus jullie mogen niet bij elkaar spieken. Gino normaal doen. Jullie krijgen hiervoor 1 minuut de tijd. Wat zijn jullie klaar voor? Dat je stinkzak was. Live Stefan stinkt, dames en heren. Mensen, vergeet zeker weer een duimpje omhoog te droppen op deze video als je het vet vindt. En abonneer op ons kanaal hier beneden. De abonneetjes gaan weer langzamerhand omhoog nadat YouTube ons vaak heeft gepest met abonnees. Dus ben je niet geabonneerd, ben je nieuw, zorg dat je abonneert op ons kanaal. Het is helemaal gratis. En als je het uiteindelijk toch heel stom vindt, kan je altijd weer de-abonneren. Maar ja. Nee, dat is helemaal geen mogelijkheid. Nee, het knopje blijft, het gaat dan weg. Dat wist je niet, maar dat gaat dan weg. Je wordt al zichtbaar. Zijn we er klaar voor of wat? Hallo? Nee, ik moet nog een liedje kopen. Oh, ik stond gewoon lekker Netflix te kijken. Oké, komt ie. De 1 minuut gaat in over 3, 2, 1, start. De 1 minuut loopt. Bouw battle. Oh, ik heb mooi overzicht nu trouwens. Wow. Cassie. Je hebt 1 minuut, dus je moet aardig doorbouwen al wil je een giraf kunnen bouwen. Oké, allebei een andere tactiek. Vet om te zien. Gino, ik zou wel doorbouwen als jou als vriend. 40 seconden. Let's go. 40 seconden, hoe weinig wil je geven voor tijd, joh? Oh, Casper is weer ver. Oh shit, we zijn op de helft. 30 seconden, dames en heren. Go, go, go. Build on. Hey, maar mensen verwachten dat van mij. Maar ik kan helemaal niet bouwen, dus chill. Oh, Cassie, jij gaat goed. Ik maak hem niet symmetrisch. Hoe rot is dat? 15 seconden. Gino, wat ben je aan het doen? Is het monster van Loch Ness of wat? Ik heb te weinig tijd. Ik geef hem allemaal stippen gewoon. Laten we een extra minuutje doen. Ja, nee, dat is 5, 4, 3, 2, 1. Stop met bouwen, stop. Nee. Kasper. Stop en stoppen. Oké, Kasper, wat heb jij gebouwd? Het was een heel goed begin. Maar hij is wel bruin. Ik heb helemaal niet gezien dat er bruin was. Als je aan mij zou vragen wat het zou zijn, zou ik zeggen een bij. Oh ja, waar is zijn hoofd, vriend? Waarbij? Waarbij. Ach, en Gino, wat heb jij? Jij hebt Monster van Loch Ness gebouwd, vriend. Ja, maar al had ik bruin gebruikt, had het er beter op gedaan. Die van Kasper begon er goed uit te zien. Inderdaad, al had je een minuut lang had Kasper sowieso gewonnen. Maar Kasper mist gewoon zijn nek en zijn hoofd. En dat is waar een giraf pakket op staat. Ja. Dus ik vind dat Gino deze gewonnen heeft, omdat hij wel totaal plaatje heeft gemaakt. Ja. Hey, chapeau, hey, chapeau. Oké. Okay. Een gibby standbeeld. Je krijgt een gibby knuffel, ja? Of iets van een giraf. Ja, iets kleins. Yeah. Yes? Oké, gefeliciteerd, dames en heren. Lekker bezig. 1-0 dus voor Gino en jij krijgt dit. Yeah. Dus dat gaat goed komen. Mam, kom eens, mam. Hé, hey, heb je zin om een potje mee te doen? Ja, mijn mama gaat voor me spelen. Jawel, mijn mama gaat er altijd voor me spelen. Ja. En me bouwen.
Nee, bouwen. Ik regel de blokken wel. Je moet iets bouwen. Oké? Oké, het volgende wat je moet bouwen is een cadeautje. Een cadeautje moet je bouwen. Een cadeautje? Oké, okay, mam. Werkt niet het is mij. Niet zo dat iemand anders dan mijn bouwwerk weer gaat slopen. Nee, nee. Stefan Pest, moeder van 64. Nee, grappig. Hoe oud is je moeder? Oké, okay, Gino, ben je er klaar voor? Nee. Oké, mijn moeder gaat spelen. Zit je moeder achter de computer of niet? Ja, mijn moeder zit achter de computer. Oké. Maar heb je ook Minecraft gespeeld? Ja, wacht, ik leg het er even uit, oké? Okay? Deze drie knoppen. Nee, ASD, daar hou je vingers op. En spatie met je duim. Met je andere duim. Nee, nee, met de andere heb je de muis nodig. Hoe kan ik kijken? Oké. Ja, dat lukt wel, dat lukt wel. Moeder speelt voor het eerst Minecraft. Oké, zie, dan gaan we de andere kant, gaan we de andere kant. Ja, dat zal wel. Oké. Bouw een hele lelijke zin, laat haar winnen. Kijk eens omhoog. Ja. Nee, kijk even omhoog, met je muis bewegen. Oh, ja. Nee, dat is Stefan. Hey! Nou, oké, gaan we beginnen? Oké. Okay. Nee, wacht even, we moeten even oefenen. Bouw eens even een cadeautje, man. Ik had je uitgelegd hoe het moet. Je moet een auto zo moeten bouwen. Deze, nee, een cadeautje noemen. Ach, oké. Okay. Deze rechte, deze. Dat had je niet verteld. Ja, dat had je niet verteld. Zullen we gewoon gaan beginnen? Muis gewoon bouwen, maakt niet uit wat ze maakt. Dat is deze. Ja. Oké, deze is zonder tijd, deze is zonder tijd. Daar begonnen. Dat is die. En hoe pak ik een witte? Dan scroll je. Dus... Hey. Ja, hier bouw daar de witte, op dat blokje, hier ook. Hier moet je richten, ja, en daar een witte. Dan moet je eerst scrollen. Waarom? Omdat je niet op de witte blokje in je handen hebt. Te moeilijk zullen we het eerst maken. Ik heb een witte blokje. Ja, die moet ik gaan. Oké, nu weer die drie die daar in de hoek gaan. Nee, niet de witte. Oké. Hoe haal ik hem weg? Geef maar een knal. Ja, dank je. Een knal. Oké, help je wel even. Zo. En nu die andere drie. Ja, lekker! Woe! Talentje die... hoor! En dan daar wit? Ja. Gino. Ja, hoor, schat. En dan ga je even hier ook drukken. Nee! Niet doen, jongen! Nee! Kom slaan! Andere knopje! Ja, andere. Ja, hak. Niet meer, ja, hakken, Gina, hakken. Springen, man, de twee keer spatie. Ah! Oh, we zijn zo gered! Oh, ik kan omhoog. Nee, nu bij verder. Hallo, Joost. Partner, Skeer, wil jij eventjes... Juist, dankjewel. Skeer? Laat haar trollen. Shift is naar beneden. Ja, maar ik doe nu op rechte muis. Ja, maar je pak moet naar beneden, want je hebt een afstand van ongeveer 4 blokken voor het bouwen. Oh. Nee, met je pinkie natuurlijk. Nou, ik ben er toch? Oké. Verder. Kijk, wacht. Ik ga lava neerleggen. Wat komt daar nou weer? Omhoog, spaat! Ik ga lava weer. Weer omhoog, weer. Wacht bij de ghost hoor. Ja, maar wat is het voor nodig? Zal ik even redden? Gooi er eens een bom op. Een bom op! Soda! Water of stroming? Je moet dat in de blokken plaatsen, man. Voor het cadeautje. Ja. Nou, Wat tof dit, eerlijk. Het is goed. Ja, en daar. Ja. En dan nog eentje en dan moeten we een witte... Stefan OB. Ik moet naar voren lopen met W. Nee, maar ik wil eigenlijk even zo lopen. Ja. En nu laat ik mijn mama met rust. Ja, plaats hem dan! Nu plaats hem! Oké, okay, nice. Oh ja, geen probleem. Druk maar 2 keer op spatie, dan ga je weer vliegen. Vind je het leuk, man? Nou, geweldig. Word jij altijd zo gepest? Ja. Word jij altijd zo gepest? Kijk, weet je dat ik met mijn moeder ook wel Call of Duty heb? Oeh, er komt er aan. Nee! Jongens! Naar voren. Shout op. Nee. Wat krijgen we nou? Ze slaan mij met een visengel. Sla ze terug, man. Sla ze terug. Hoe doe ik dat? Jongens, ze gaan bijna dood. Ze doen maar een hartje, jongens. Hey. Tjena, oppassen, hè. Normaal doe nou. Ik word misselijk hiervan, jongens. Wat er misselijk van? Stop eens met die vishengel, want anders sla ik je vishengel op jou. Ja, Gino. Oh! Is ze dood? You died? Oh my god, Gino, druif.
Sam, je hebt hem weggepest. Doe normaal. Dat vind ik niet aardig. Is ze nu weg? Ja. Oh my god, Gino heeft de kat zijn moeder weggepest. Oh my god. Kasper! Nee, laat staan! Kijk wat de kast zijn moeder heeft gemaakt dus. Is dit voor het eerst dat ze ooit Mike heeft aangeraakt? Ja. We hebben wel eens Call of Duty gespeeld en daar was het best wel oké. Oh my god, dit was geniaal. We hebben jouw moeder gewoon getrold toen ze dit ging bouwen. Ze heeft sowieso gewonnen. Hey, eerlijk, iedereen dropt nu een duimpje omhoog voor Kasser zijn moeder, want dit was geniaal. Ik zweer het je. Ach, tof dit. Ik vind oprecht ook gewoon dat Kasser dit heeft gewonnen. Kijk naar die van Gino, dat ziet er gewoon niet uit. Ja, wat, nee, inderdaad. Wat ziet er gewoon niet uit dan eigenlijk? Ja, wat krijgt mijn mama? Ja, dat is een borstje bloemen, borstje bloemen. Nee, dat is een cadeautje. Oh nee, dat is een cadeautje, mag ik niet zeggen. Oké, maar ik zie mijn adres, oké? Ja, dat is goed, lieverd. Oké, laten we nog één ding gaan bouwen, oké, jongens? Eén dingetje, dat is wel leuk. Een zwembad mag je gaan bouwen. Jullie krijgen nu de kans om blokken te kopen. Net was even een spek en bodem rond. Dit is ook gelijk de laatste. Ik had nog meer dingen, maar hey. Ja, die moeder is gewoon geniaal. Oké, laten we gaan beginnen. Het laatste onderdeel. Ik ga de timer starten van 1 minuut en jullie moeten een zwembad gaan bouwen. Ik ga een zwembad voor mijn mama bouwen. Ja, goed idee. 3, 2, 1, start. 1 minuut de tijd. Als het wint, Kasper, krijgt je mama ook nog een zwembad erbij. Jeetje. Wat zou ze blij zijn met jou? Zeg, jeetje. Maar helaas, je gaat niet winnen, want Gino bouwt ook mee. Oh, Kasper gaat zelfs een vloer bouwen. Oké. Hey, Kasper maakt een babyzwembadje, Gino maakt een grotere. Nee, kijk. Het is een meter, hè, elk blokje, als je erover nadenkt. Dus hij is 2 meter diep. Hoe achterlijk groot denk je dat je een zwembad krijgt? Nou, 2 meter diep. Oh, je zult de helft van de tijd nog 30 seconden. Kasper, ik zou nog meer bouwen als ik jou was. Je hebt nog meer dan de helft van de tijd. Let's go, let's go. Oh, Gino, 17 seconden. Als jou was, zou ik sneller bouwen. Snel. Ja, ik kan niet sneller bouwen. Slash shop. Och. Oh my god, Gino, 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Spel. Oh, Gino. Hey, Kasper. Nou... Nee. Deze wordt wel lastig als ik eerlijk ben. Kasper heeft een dubbelzwel met een half iets. Kijk, dit is een kinderbadje. Luister, ik had hier, 16 kijk, emmers. Maar die waren gestekt, dus ik plaats ze allemaal in één keer. Ach, jongen, druif dat je bent. Nee, luister, oké. Dit is dus zeg maar het zwembad voor de grote mensen. Die gaan dan zwem. Heen en weer. Kijk, fijn dat je uitlegt hoe zwembad werkt, echt. En kijk, hier is voor de kinderen. Die kunnen dan wat lager. Stroomversnelling voor de kinderen, niet veilig, Kasper. Nee, sorry. En... Gino, wat is jouw uitleg bij dit ongeluk? Ik heb erop gestaan en in de kak gestaan, weet ik veel wat, joh. Kasper, gefeliciteerd! Yeah. Jij krijgt een zwembadje. Voor lekker in de zomer kan je lekker buiten zwembaderen staan met je konijntje. Oké, mensen, dit was het dan, de challenge. 3 oefeningen hadden jullie om te bouwen. En ik denk dat Kasper ze over het algemeen heeft gewonnen. Want je had natuurlijk support van echt een legendarische Minecraft-speler. De beste speler van Nederland. Oké, mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Vond je het nou een vette video? Kom lekker op de Skylock server spelen. Privacy.org, die PC staat bovenaan in de beschrijving. En bovenaan hier in beeld. Dus check de server. Drop een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden voor meer van dit soort video's. Voor meer moeders op Minecraft. En dat zou ik zeggen. Wat zeg je nou? Misschien wat Gino zijn moeder. Ja, en ook Steven zijn moeder. Ja, maar toevallig dezelfde moeder. Heel gek. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei. Joejoe.